uitslag van 0 tegen 3 vanmiddag hier de wedstrijd toen die afgelopen was. Napraten met Ines Totales en met, uiteraard met Freddy Smit, de trainer van Dunspeet. Maar we beginnen altijd met de gasten trainen. Ja, Ine, uiteindelijk een makkelijke overwinning. Ja, al had ik daar de eerste half uur een hard hoofd in. Ja, want Dunspeet stoorde jullie aanval behoorlijk. Ja, het stond heel compact. En ik vond het met name in onze eigen balbezit dat we stadig waren, het tempo niet hoog genoeg. En daardoor eigenlijk aan Dunspeet ook nog een beetje de kaart speelden. En daardoor creëren we heel weinig. En ik denk dat de beste kans tot aan toe ook voor Dunspeet was. Dat was de bal die van zelf op een paal werd gekocht. Ja, maar toch, vanaf de linkerzijde op een gegeven moment dat jullie eventjes aanzetten. Linkerzijde, doe Vicar, bal naar rechts toe. Het ging heel snel, hè, in de 43e minuut. Ja, toch vond ik ook dat wij de ruimtes beter benutten via het middenveld. Ja, dan hebben wij wel een ploeg die daarin al mogelijkheden creëert. Freddy, uiteindelijk is de wedstrijd weer in 2 minuten gespeeld. Hè? Want vorige week bij hier ook al het geval in de 32e, 34e minuut. En later in de wedstrijd nog een keertje in 2 minuten tijd. Nu weer in de 43e en de 25e minuut. En dan nog een rode kaart erachteraan. Dat verhoogt je zorgen wel, denk ik. Nou, op de laatste vraag ja zeker, ook omdat de onderste natuurlijk binnen, dus de derde van onder die komt onderhand dichtbij. En goed, en ik hoop dat de jongens met name daarna kijken en hoe ze een wedstrijd moeten beleven. Of je nou wel of niet speler bent vandaag, of dan ben je reserve, je moet een wedstrijd beleven. En dan moet je ook beeldvorming geven, namelijk dat je dat wedstrijd wilt beleven. Dan moet je een andere frats uithalen. Dus ik hoop dat ze dat zien. Maar naar de wedstrijd gekeken vond ik dat de eerste 35, 40 minuten met toch wel veel jongens die vaak niet spelen, uitstekend overeind blijven. En goed, dat zei je net ook. En daarin en dan geef je dan 5 minuten weg, wat we vorige week, maar ook die week ervoor al hadden, of die keer ervoor. Als wij, we hebben het met elkaar over gesproken, als we een goal tegen krijgen, hebben we er gelijk 1,5 of 2 tegen, om het zo te zeggen. Nou, en dat was vandaag helaas weer het geval. Met als rang ernaast maak ik ook nog een domme rode kaart. Dat is ook niet de eerste keer. En dan ben je weer een speler kwijt. En dan vergroot dat je zorgen wel. Maar we hebben erover gesproken. En ik kan het niet anders zeggen, ik na de wedstrijd ook in de jongens in de kleedkamer zeggen, dan haal ik ze altijd even bij elkaar. Heel veel complimenten voor dat tiental wat in de tweede helft meer dan 100% strijdt om daar een goed resultaat uit te halen. Want kijk, in de rust hebben we al gezegd, we gaan hier niet meer voor een overwinning spelen, want dat is tegen Flevo Boys, je eigen in de graf halen zou ik bijna zeggen. Maar we willen aan damage control doen. En zien dat we die tweede helft wel met elkaar laten zien aan het publiek dat we willen strijden om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Nou goed, dat is uiteindelijk met een 0-3, gelukkig dan nog gelukt. Vind je dat met name in aanvallend opzicht er in de tweede helft nog is gestreden? Ik vond met name Smits, maar Bouw, ook Van der Kamp, dat ze ja, eigenlijk de uitstraling hadden van nou, waarom? Hè? Het zit er niet meer in, de beleving ontbrak. Nee, ik vond het totaal helemaal echt niet meer. Ik vond met name door Henk Baum, hoe die team op sleeptouw nam aan zijn kant. Weten hoe Henk is en Chris die constant de mensen op hem heen coasten, vond ik eigenlijk uitstekend. Dat je niet aan voetballen toe kwam, dat klopt. En dat heeft dan met de kwaliteit van Flimmerboys te maken. En met onze eigen 10 mannen, dat wij misschien even wat minder kwaliteit hebben dan Flimmerboys, dat is duidelijk. Maar niet door, ik kan ze niet verwijten dat ze niet met elkaar als tiental die eindstrijd hebben gehaald. Nee. In heel veel ruimte de tweede helft, maar toch was het vervelend om naar te kijken. Oh, nee, maar de kansen waren er wel, maar ja, de ruimte was er. Maar jullie deden er zo weinig mee. Ja, maar dat is wel iets van de laatste weken, vind ik, waar wij in het begin van het seizoen heel makkelijk grotere scores neerzetten. Nou, als we daar ook kunt, na 3-0 hebben we denk ik nog een paar beste kansen gehad. Alleen dat laat je liggen, aan de kant die hebben ook een beetje geluk nodig. Een balletje van Madie, wat je op zich fantastisch ziet, ja, die had toch wat. Daar moet ik ook een beetje geluk bij hebben, maar ik vind wel in het uitspelen, dat heeft ook met gunnen te maken. Dan ga ik Madie in de box ook nog voor op het donder. Van, dan moet je ook het oog hebben voor een ander. En daarin vind ik, kunnen wij wel groeien. Want als ik kijk wat wij op balbezit en wat we hebben weggegeven de tweede helft, het tempo. Ja, dan lijkt het voor een tegenstander dat ze hun best niet doen, maar dat deden ze echt wel. Dat had met ons te maken. Ja. Op titelkoers? Vandaag wordt Dunspeet de belangrijkste en volgende week los. Dat is wel waar we bezig zijn. En de rest, zien we maar los. Ja, Freddy, voor jullie geldt natuurlijk, we moeten onderin zorgen dat we ze van ons af kunnen houden, want de verschillen worden met de week kleiner. Ja, helemaal niet. Dat zijn nu de derde van onder komt op 3 punten, dus dan wordt het zorgelijk. En dan hoop ik dat we met ons
elkaar als team, en daar ben ik ook een onderdeel van, op een goede manier kunnen reageren en niet uitstralen van nou bij ons valt wel te halen, want dat hebben we nou. En ik wil dat die jongens daar eens van afgaan. En ook, we hebben natuurlijk heel veel jonge jongens, maar die moeten ook op sleeptouw genomen worden door de wat meer ervaren jongens en die ze daarin helpen en die ook het voortouw daarin nemen en laten zien, ook non-verbaal soms. Nou, we gaan van de week weer heel hard trainen. We hebben nog 8 wedstrijden te gaan. En tegen gelijkwaardige tegenstanders, denk ik. Dus ik denk dat we met name vanaf nu ook daarin moeten pakken. Goed, je bent er één kwijtgeraakt, maar we hebben 2 schorsingen terug. Ik verwacht Marco na zijn ziekte weer terug. Goed, andere jongens zal nog even een dingetje zijn, denk ik. Maar goed, ik moet ook zien. Ik moet ook zeggen, zoals vandaag Patrick van der Dracht, onze linksback. Die jongen die zit in 2, komt vanuit 3. Heeft eerder natuurlijk wel eens hoog gespeeld. Nou, je ziet hoe die vandaag overeind blijft. Mijn grote complimenten daarvoor. En ook in NS in het centrum staan er heel andere achterhoede natuurlijk ineens. Met een middenveld dat in de eerste 10 wedstrijden stonden alle 3 andere jongens. Hè. Dus dan moet je ook maar eens eventjes dat georganiseerd en organisatorisch met elkaar overeind zien te houden. En dan moet ik die 2 jongens met name achterop, maar ook de middenvelders een groot compliment geven dat ze tegen Flevo Boys toch heel hard gestreden hebben. En, kijk, wat jij straks zei, ik snap het wel, maar als je met 10 man bent en ze laten de bal gaan en de ruimtes worden net iets groter en je komt net eens ergens 2 stappen te laat, dan lijkt het misschien dat je weinig doet. Maar dan is het ook dat je, als je 2 stappen te laat bent, lijkt dat ook altijd zo. Dus ja, nogmaals, dat tiental in de tweede helft is best wel goed gedaan, werkend gezien. Nog even een andere speler, kijk, Daalmeijer heeft al een aantal wedstrijden meegespeeld. Andrew Galea krijgt de kans om nu wat speelminuten te maken. Ja, mooi voor Andrew. In deze wedstrijd dan misschien niet als A-junior om je debuut te mogen maken in een eerste team. Maar goed, hij traint al een aantal weken mee, net als Karim. En die jongens die door al die mutaties die we hadden, hebben in linies gekeken en hadden gewoon een middenvelder erbij nodig in plaats van te veel aanvallers die we hadden. Dus daar hebben we wat geruild met 2. En heeft voor hem geresulteerd dat hij 10 minuten moet meedoen om het team. Tot slot nog even, jij wisselt ook nog 3 keer ook om spelers speelminuten te gunnen. Ja, zeker. Er waren wat kleine klachtjes. Dus op een gegeven moment voel je aan in de wedstrijd dat het op die manier kan. Goed, dank u wel heren. Succes verder met het verdere verloop van de competitie. Dit was het vanmiddag vanaf de Wildzang, waar de wedstrijd Nunspeet Flevo Boys eindigt in een 0-3 overwinning voor de spelers en het team uit Emmeloord.